bevinden hier ons onder het achtste perron. Wat uniek is aan deze constructie is dat normaal gesproken een perron gevuld wordt met zand. Dat hebben wij achterwege gelaten. We hebben daar wanden in gezet en een plafond. En het voordeel daarvan is dat wij de werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat de reizigers daar last van hebben. Dit is de aansluiting op de bestaande tunnel. U ziet hier ook het nodige kabelwerk nog liggen. Het oude kabelwerk waarop nu nog de treinen gestuurd worden. In de komende jaren zal dit ook helemaal gesaneerd worden. Ja, wij staan hier nu in een telecomruimte, ook 6 meter onder de grond. Allemaal nieuwe kasten, vanuit een oude locatie overgenomen naar de nieuwe locatie. Hier onder andere de versterkers voor de omroepinstallatie. Op de post worden de berichten ingesproken. Via deze versterkers gaat het naar de perrons en naar de stationshal waar de reizigers het uiteindelijk kunnen horen. Tunnels verbinden. De tunnels stellen ons in staat het werk uit te voeren zonder de treinenloop te moeten blokkeren en zonder dat we de reizigersstroom moeten belemmeren. Overzichtelijk, zonder verstoringen, bouwen wat we moeten bouwen en laten rijden wat we moeten laten rijden.